Jongens, Raski hier, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Party Gamers Live hier op mijn kanaal Raski Game. Volgens mij is dit aflevering 5, 6 of 7. Ik heb geen flauw idee meer bij welke aflevering we zijn. Want ik heb ongeveer anderhalve week niet meer op de PlayStation gespeeld. En mijn aim die zal waarschijnlijk nu ook echt gewoon bagger slecht zijn. Ik heb met één potje gespeeld en nu had ik nog verloren ook. Want mijn aim dat is echt gewoon schuipt op het moment. Ik heb alleen nog maar op de computer gegamed. En nu ga ik terug naar de PlayStation. En dan kan ik het dus gewoon niet meer. Maar we gaan gewoon weer proberen een gun game te winnen. Want we spelen deze keer gun game op de map. Hijacked heet deze map als het goed is. En als het niet goed is, dan ben ik heel faal bezig. Want natuurlijk is het hijacked. Want het is zo'n klein mapje en de enige map die klein is in dit spel is hijacked. Wat ik best wel jammer vind, want ik vind kleine mapjes wel altijd leuker omdat er veel meer actie in zit. Alleen dan kan hij altijd alles willen. Of toch wel, want ik heb alweer mijn kill met executioner en dat is echt gewoon een scheidwapen. Heel vaak verlies je gewoon een game omdat je geen kill kan krijgen met de executioner. Als je meteen een kill kan krijgen met de executioner, win je meestal ook gewoon gun game. Of je moet echt gewoon tegen hele goede enemies spelen die ook gewoon snel langs de executioner komen. Maar heel veel mensen komen nooit langs die executioner omdat het echt gewoon een scheidwapen is. Volgens mij heeft hij ook een executioner in zijn handen. Ja, zie je, hij heeft ook een executioner in zijn handen. Dat is echt gewoon een scheidwapen. Ik zag gisteren nog iemand die had gewoon zijn executioner diamond. Dat was op YouTube. Was een zingend iemand die steeds zijn piano bij zijn YouTube heeft. En die gaat een beetje lopen improviseren met zijn piano. Alleen hij had gewoon zijn executioner diamond. Zonder ook maar een of andere hack. Zonder een boost of iets. Zij heeft gewoon zelf al zijn pistols. Heeft hij gewoon 100 headshots gemaakt. Al zijn challenge gehaald. En heeft hij gewoon de executioner diamond gehaald. Het zag er wel echt sick uit. Want bijna niemand heeft die executioner natuurlijk diamond. Of je hebt het geboost. Niemand heeft het echt legit gehaald. Maar hij was een van de eerste die het wel legit had gehaald. En het zag er echt gewoon ziek uit. Maar zo'n executioner die gewoon diamond is. Ik weet niet hoe lang die erover heeft gedaan, maar hij zal er wel echt gewoon dagen over hebben gedaan. Want anders kan het gewoon niet dat ik zo'n ding getimed heb. Maar het zag er best wel ziek uit. En ik zie nu ook heel vaak mensen die stomme prestige hack hebben gedaan. En dan hebben ze ook alles diamond. Maar ik vind dat echt gewoon zielig als je dat doet. Jij spant voor me, dankjewel voor de kill. Ik vind het best wel zielig als je zo'n prestige hack gaat doen. Want je hebt eigenlijk alles dan unlocked. Je hebt alle challenge unlocked. Je hebt alle wapens diamond als je de goede prestige hack doet. En dan ga je Call of Duty spelen, ga je Black Ops 2 spelen. En denk je van... ja, nu heb ik alles diamond, nu heb ik alles goud, nu heb ik alle challenges unlocked en waarom speel ik het nu nog? En ja, heel veel mensen zijn gereset, heel veel mensen zijn ook gewoon niet gereset, die spelen nu nog steeds met een prestige check. Maar ik weet niet waarom die mensen het spel nu nog leuk vinden. Want ik vind het spel leuk omdat je dan nog een beetje challenges kan halen. En op het moment dat ik alle challenges heb, op het moment dat ik max level ben, dan vind ik het spel ook gewoon niet meer leuk. Dan speel ik het eigenlijk ook niet meer en denk van, nou ja, ik ga wel gewoon een ander spel doen. Alleen mensen die prestige check hebben gedaan, die hebben meestal dus alle challenges. Dan gaan ze het spel spelen en dan heb je dus eigenlijk geen doel meer in het spel. Soms vraag ik mezelf ook af van, waarom speel je eigenlijk spellen? Want eigenlijk zit in geen één spel een doel. In single player spellen zit soms nog wel een doel. Dan denk je van, oké, ik moet haar bevrijden of ik moet... die vent kill of zo, weet je wel. Daar zit er nog een doel in. Alleen bij Call of Duty kill je gewoon dag en nacht kill je mensen. En er zit eigenlijk niet echt een doel in. Maar het enige doel wat je in Call of Duty hebt, is gewoon om die challenges te halen. Maar als je die prestige check hebt gedaan, of als je iets anders hebt gedaan, dan heb je al die challenges al gehaald. En dan kan je dus eigenlijk niks meer doen in het spel. En ik vind het best wel jammer. Ik vind het jammer dat niet eigenlijk iedereen gereset is die de prestige hack had gedaan. Maar ja, sommige mensen hebben het gedaan, sommige mensen hebben het niet gedaan. We hebben nu alweer het game gewonnen. Dikke... snel gewonnen volgens mij. We hebben volgens mij gewonnen binnen de 3 minuten. Maar het kan ook meer zijn, het kan ook minder zijn. Ik weet het niet meer. Jongens, als je deze video leuk vond, geef dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Ik zal hierna nog wel eventjes een gamepje spelen. Want het was wel een heel snel commentaar. Bedankt voor het kijken. En ik ga jullie weer zien bij het volgende commentaar, jongens. Bye bye.